Hallo kijkers van Vertiupo Games, welkom bij een nieuwe video, een nieuwe aflevering van Feed the Beast. Ik ben weer bij mijn huis, bij de quarry die nog steeds vol zit met lava. Dat doet er op dit moment even niet toe. Misschien hebben jullie ook in de vorige aflevering deze boom gezien. Die bomen maken deel uit van een mod genaamd Extra Biomes. Ik heb, zal ik even heen lopen, ik heb hier ook een vulkaan. Ik heb een mooi ijslandschap, ik heb verderop nog wat bergen, heel mooi landschap hier in de buurt. Maar zoals je ziet, hele hoge bomen. Dan ga ik nu even hierheen. Want ik ga dus, zoals ik al in de vorige aflevering zei, een mod behandelen die je bij Tekkit niet hebt. En wat je bij die mod kan, is een gravity gun. En misschien weet je wat het is. Het is een gun van Half-Life 2. Het is een spel, oké, misschien ook niet. Maar dat doet er niet toe, een gravity gun. Wat je ermee kunt doen, is blokken verplaatsen. Het is gewoon uit de grond halen, wegschieten, je kunt van alles mee doen. Het is natuurlijk beter als je het zelf ziet. Dus, hoe kun je er een maken? Ik zal eerst even laten zien. Je hebt twee soorten, je hebt er een die super is. Daar heb je een nether star voor nodig, dus moet ik eerst een wither vermoorden. Dat kan ik nog niet. Maar zoals je ziet, obsidian, glowstone, diamond en enderpearls. Dat heb ik allemaal wel. Ik heb hier een paar enderpearls. Ik heb er 4 nodig, dacht ik. Ja, 4 enderpearls. Obsidian. 1 obsidian. Ik heb nog wat obsidian over, dus dat is mooi. Iron. Je kan het al best wel snel maken eigenlijk, maar... Het is op zich wel een heel vet ding, heel erg handig om te gebruiken. Het is gewoon leuk om random dingen mee te doen. En dat zul je zo natuurlijk nog zien. En glowstone 4. En dan kan ik een blok maken. Zo, oké. Dan ga ik even naar boven. Naar de project table. En dan zal ik even kijken. Oké, glowstone in het midden en de pearls eromheen. Zo. En dan hier obsidian, diamond en iron. En dan hebben we hier de gravity gun. Zoals je ziet, het ziet er heel erg vet uit. Je krijgt, moet je maar even luisteren, als je hem in je hand neemt, dan hoor je een geluidje. Dat is een Half-Life 2 geluidje. Dat spel is zeker een aanrader. Dat heel leuk spel, maar we zitten nu in Minecraft, dus ik zal jullie laten zien wat dit geweer kan. Het wordt nacht, dus ik denk dat ik het binnen wel kan demonstreren. Rechtermuisknop, zoals je ziet, je kunt een blok oppakken en hem weer neergooien. Dus dat is heel erg vet. Heel erg handig als je bijvoorbeeld in hoekjes een blok verkeerd hebt neergezet en je moet hem oppakken, dan kun je dat gewoon doen. Zet hem maar even. Dus, oh. Dan sloop ik hem er even uit, zo. En stoppen we die daar weer. Nou, het is heel erg handig, ook bij, vooral bij gewone blokken. Je kunt ze er ook weer inzetten, niet dat ze naar beneden vallen. Zo. Dus deze, dit ding ga ik best wel vaak gebruiken, denk ik. Nou, ik denk dat ik even ga slapen, want... Dag is op zich wel handig, dan kan ik het buiten demonstreren. Want je kunt er nog wat mee. Dus zo. Mooie nieuwe dag. Oh, ik zie ook allemaal zombie beesten. Ik heb hier een bijenkorf, daar moet ik ook nog een keer naar kijken. Even kijken, waar gaan we heen? Hier. Dan gaan we gewoon hier beneden bij het water. Want wat je kunt doen... Je hoort het misschien al. Je kunt een soort van schieten. Je kunt dingen wegschieten. En dat kan ik perfect demonstreren bij die zombies die ik hier zie. Oké, dus dan lok ze even naar me toe. Boom! Zoals je ziet, hij gaat sowieso wel in de fik omdat het dag is. Maar normaal, dan kun je hem oppakken. Zoals je ziet. En boom, weg ermee. Zo. Zoals je ziet, pak hem op. Kun je met elke mob doen. Oh. Hij slaapt me. En dan... Boom.
en hij is dood. Nou, nu kun je dat ook met blokken doen. Dus dan pak ik bijvoorbeeld, even kijken, waar ga ik een blok vandaan halen? Een bloemen, dat kun je niet pakken, want dat is niet echt een blok. Ik ga even hier een blokje zand. Zoals je ziet, ik pak hem. Ik kan hem meenemen. En, boom. Dus vooral handig, dus die schiet, dat je kan schieten, is vooral handig tegen mobs. Maar je kunt ook gewoon lol mee hebben, want je kunt ook een Feed the Beast multiplayer server. En dan kun je dus met je vrienden ook dit spelen, met alle mods erin. En dan kun je bijvoorbeeld ook je vrienden keihard trollen met deze gun. Of je kunt ze gewoon helpen met deze gun, dat kan ook natuurlijk. In ieder geval zet ik dit blokje netjes terug. Dit is de Gravity Gun. Die ga je zeker terugzien. Kijk, ik kan zelfs dit ding oppakken. Dus als ik die bijenkorf bijvoorbeeld in mijn eigen huis wil hebben, dan kan ik hem daar gewoon neerzetten. Waar zal ik hem even neerzetten? Nou, zetten we dat ding lekker hier neer. Mag hij daar lekker blijven staan. In ieder geval, zoals ik al zei, deze gun ga je zeker terugzien in de serie. Ik ga hem best wel vaak gebruiken, denk ik. Zal ik even eten. Dus, dat was dan weer een redelijk korte episode. De volgende wordt zeker wel wat langer, want ik ga natuurlijk... Dit is één machine, het is niet zo lastig om te maken, dus er komen veel grotere dingen. Maar bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter als je het leuk vond. Heb je suggesties, laat het achter in de reacties. Of als je iets weet of iets wil dat ik iets ga maken. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie later. Doei!